Dit is Agnes Besseling, 17 jaar, en vandaag krijgt ze de uitslag van haar VWO-examen. Dat is behoorlijk spannend door die nieuwe exameneisen. Ja, ik denk dat er heel veel mensen meer gaan zakken. Want ook als je kijkt naar gewoon mensen die vorig jaar nog zijn geslaagd, die zouden dit jaar al zijn gezakt. Ik durf gewoon nog niet te zeggen van, nou, ik ben geslaagd, want er is toch altijd nog wel een kans dat je niet geslaagd bent. En dan hou ik die liever nog gewoon een beetje wel rekening mee. Je moet nu gemiddeld een 5,5 staan. En dat valt niet voor iedereen mee. Ik ben bijna zenuwachtiger voor andere mensen dan voor mezelf eigenlijk. Ik heb al één die gezakt is. Job. Wat? Ja. Geen goed nieuws voor iedereen dus. Maar Agnes kan lachend haar cijferlijst ophalen. Ik wil cijfers weten. Wil ik volgen? 2 profielen. Ga je nog iets herkansen? Nee. Wiskunde? En dat voelt... Ja, heel afgelucht. Ik ben ook gebeld. Ik moest gewoon huilen van blijdschap en van opluchting. Omdat ik gewoon, ja, het is gewoon klaar. En ik ben allemaal zo tevreden. Want mijn gemiddelde cijfers ook al is gewoon een 7,8. En je moest een 5,5 gemiddeld hebben. En ze zitten dus ook ruim boven. Ja, ik ben echt heel blij. Jezus, 8,3 wel op. Ook Koop Tammeling, locatiehoofd van het Werkmancollege, is opgelucht. Het is redelijk goed gegaan. Ondanks de verzwaarde norm is het eigenlijk redelijk goed gegaan. Het slagingspercentage zal ongeveer zo'n 78% zijn. Dat is lager dan we gewend zijn. Toch echt een aantal onderuit door de 5,5 norm. En nu? Zijn we hier aan het drinken en aan het feliciteren, aan het vrolijk zijn. Morgen gaan wij met alle leerlingen in de slag die het niet gehaald hebben, maar nog wel goede kansen hebben om te kijken hoe ze het examen, herexamen kunnen gaan maken. Zij moeten ook gewoon slagen, dus we gaan ze met ze bespreken en dan gaan we voor de tweede uitslag. Gelukkig geldt het niet voor Agnes. Zij is er mooi klaar mee.